Niets anders. Het zoontje van Kajan Lut, de 4-jarige Lennart, leidt aan een zeldzame kinderkanker. Neuroblastoom, zo heet dat. Vrienden van de getroffen Enschedeze familie hebben de stichting Lennart for Life opgericht. Want alle hoop is nu gevestigd op een peperdure behandeling in Amerika. Kajan, ik heb zelf een 5-jarig zoontje. Ik kan me niet voorstellen het moment dat je dat te horen krijgt. Nou, kun je het beschrijven? Nee. Nee, dat is niet... Maar goed, je hebt ermee te dealen op dat moment. Hè? Je krijgt te horen, je zoontje heeft dat, is ernstig ziek. Welk traject ga je dan in? Wat gebeurt er met je? Nou ja, je komt er in de achtbaan. Je gaat 's ochtends, 's avonds, 's ochtends naar de huisarts met een zoontje met buikpijn. Die verwijs je door naar het ziekenhuis. Daar standaard bij een 4-jarig jongen houden ze hem even 24 uur. En de volgende ochtend krijg je te horen, hij heeft een grote tumor in zijn buik. Je blijft hier en morgen vroeg zit je in de ambulance naar Amsterdam. En dan ben je 4 weken niet thuis. Ja. Dus je gaat 's ochtends naar de huisarts en een maand later ben je weer thuis. Maar ongetwijfeld heb jij ook de verhalen gelezen en gehoord van misschien wel lotgenoten van je hier uit dezezelfde regio die ook met hun kinderen dat hebben ervaren. Je leest het en je denkt dan, als jouw kind iets heeft, van nou, laat het mij niet overkomen. Wat? Ja, tuurlijk, iedereen leest het. Het is altijd ver weg. Het is nooit dichtbij. Je denkt van, goh, het zal je maar gebeuren. En dan lees je weer verder. En zo gaat iedereen ermee om. En dan ineens gebeurt het je. Ja, en de enige met wie je er dan ook nog eigenlijk goed over kunt praten zijn de mensen die het ook eens overkomen. Want ja, die begrijpen elkaar. Ja, Wendy zit naast je. Wendy, het is jullie overkomen als ouders zijn met Lieke. Ja. Je hebt ook een hele actie op moeten starten, een heel medisch traject moeten doorgaan. Maar hoe is het met Lieke? Ja, heel goed. Lieke is een meisje van 7 die eigenlijk alle dingen doet die een meisje van 7 behoort te doen. Gaat naar school, sport, zwemles, speelt weer met vriendinnetjes. Ja, en is nu al bijna 2 jaar schoon. Ja, maar dan krijg je Kajan aan de deur of je hebt gebeld. Ik weet niet wat je hebt gedaan. Hoe kunnen jullie elkaar helpen? Wat heb je gedaan? Hun zijn een avond bij ons geweest met de informatie om een stichting op te zetten. En ook nuttige tips voor straks voor Amerika. Dat is weer een heel ander traject. Maar... Want dat is het uiteindelijk. Hè? Want je gaat hier eerst in Nederland, krijg je een medische behandeling. Hè? Volgens mij is er een operatie geweest, chemo inmiddels geweest. Inmiddels operatie. Ja, je begint in Nederland, start je een chemotraject. En dan is Amerika, hebben ze het nog helemaal niet over. Want het moet eerst goed gaan. Je moet voordat je naar Amerika kunt gaan, moet je wel het Nederlandse traject succesvol hebben afgerond. Wat is succesvol? Moet Lennart dan schoon zijn? Of moet hij een weerstand hebben? Nee, hij moet schoon zijn. De tumor moet verwijderd zijn. Hij moet zijn stamceltransplantatie gehad hebben. En als dat allemaal succesvol is gelukt, dan komt hij in aanmerking voor Amerika. En dus na een week of 6 geleden hebben de artsen in Amsterdam tegen ons gezegd van, nou, we zijn nu zover dat wij gaan ervan uit dat hij Amerika gaat halen. Dus ga dat maar voorbereiden. En dan? Want er moet geld binnenkomen en de stichting moet erop gericht worden. Nou, en toen zeiden wij, en dan? Ja. En toen zei iemand van, nou, er woont nog iemand in Twente. Die is net een tijdje terug. Misschien kunnen die je helpen. Maar wat gebeurt er in Amerika dan? Wat in Nederland niet kan, zeg maar? Ja, dat is immunotherapie. Ja. Antibodies werkt, dat is de CA14-18 in combinatie met de IL-2. En dat moet eigenlijk het lichaam, dat die de verkeerde cellen, het lichaam uitwerkt. Het klinkt allemaal een beetje technisch en ingewikkeld, maar het is in ieder geval iets wat in Nederland niet kan. Waarom eigenlijk niet? Hebben wij niet de techniek? Ja, in Kreisveld in Duitsland hebben ze inderdaad wel de antibodies. Maar het gaat samen met de injectie die de aanmaak van de witte bloedcellen versterkt. En waardoor het lichaam nog sterker wordt. En die injectie is eigenlijk alleen nog maar in Amerika, nog niet in Europa. En dat is de reden dat wij alle kinderen nog naar Amerika moeten. Ja, hoe lang hebben jullie zelf in Amerika moeten zitten? Hoe lang is het allemaal geduurd voor jullie allemaal? Wij hebben er 5 maanden gezeten. Normaal, of andere gezinnen zitten er ook echt 6 maanden. Want dat met Lieke heel goed ging en zij was schoon toen ze heen ging, zij bleef schoon.
mochten wij ook die laatste behandeling, die bestaat uit slik van vitamine A-zuur, die kun je ook thuis doen en heeft geen toegevoegde waarde om die in Amerika te doen. Dus hebben wij toestemming gekregen om een maand eerder naar huis te gaan. Wat bizar dat jij 2 jaar geleden nog een onbezorgde moeder was zonder medische achtergrond en dat je nu in medisch jargon aan het praten bent eigenlijk. Ja, ja, dat is het ook. Ja, dat verwacht je niet. Net wat Sjanne aangaf, dat hoor je en dat, ja, bij anderen. En, ja, zo in één keer zit je zelf in het wereldje. Is dat bij jullie ook al zo, Karsjan? Dat je alleen maar alles medisch geworden is inmiddels? Nou ja, ik heb toevallig, ik ben vanochtend nog wakker geworden in het AMC en mijn kinderziekenhuis. Maar gisteravond moest er nog wat vervangen worden aan het infuus en zo. En toen heb ik nog het grapje gemaakt inderdaad aan de verpleegkundige van, als die nog een vacature vrij is, dan bel me maar. Ja. Je leeft daar. Je bent er 24 uur per dag. De chemokuren voor dit type kinderkanker zijn hele zware chemokuren. Dat is de kuur die Lennart op dit moment krijgt is 7 etmalen. Keer 4, dus 7 volledige etmalen. Ook continue chemo. Dus geen shotjes van een uur. Maar gewoon 7 keer 24 uur continue chemo. Dus ja, dat is, je bent constant... De piepjes, zodra we de afdeling oplopen en je hoort weer een infuuspomp piepen, denk ik, ah, we zijn er weer. Ja. Maar dan is toch ook al het andere verschil op deze wereld volslagen onbelangrijk. We zijn hier in Nederland heel druk met een zwarte pieten discussie. Dus dat maakt iedereen zich heel druk over. Wat denk jij dan op zo'n moment? Nou, ja, niks. Maar wij hebben bijvoorbeeld in juni het WK voetbal meegemaakt op de oncologieafdeling. Nou, of ze nou winnen, verliezen, iedereen had zoiets van, nou en? Doet het niet toe. Het vliegtuig in Oekraïne, nou, heb niemand over gehoord. Op die hele afdeling niet. Iedereen heeft zoiets van ja. Want je bent met je eigen zorgen, ja, met je eigen kind bezig. En dat is op dat ogenblik het belangrijkste. Actie, dat moet er worden ondernomen. Want je hebt een bedrag nodig, in ieder geval een minimaal bedrag nodig. Om naar Amerika te kunnen, om naar behandeling te kunnen ondergaan. Hoeveel geld zijn er? Ja, de behandeling aan zich wordt inmiddels vergoed door de verzekeraars. Uit een soort mat van coulancepot. Ja. Maar reisverblijf van Lennart en van gezin. En alles wat erbij komt aan ondersteuning. Want het is voor Lennart wel heel belangrijk dat hij ook daar mag je wel eens een aantal dagen uit het ziekenhuis. Dat je dan wel een gezinssituatie hebt. Dat is echt voor zijn herstel is dat echt nodig. Dus je zult er met je hele gezin heen moeten. Je hebt ook geen inkomsten dan natuurlijk. Nee. Je bent fulltime met Lennart bezig daar. Beschikbaar, ja, voor hem, ja. Ja, nee, je bent in Amerika, dus je kunt echt niet werken. Nee. Je kunt nou misschien nog een heel klein beetje wat doen, maar dan niks meer. Het lijkt me emotioneel alleen al ondoenlijk hoor, als je kind zo'n behandeling ondergaat. Ja, nou, het is in Nederland is het al heel, heel zwaar. Waar je in Amerika natuurlijk je volledig op elkaar bent. Je hebt het meegemaakt, maar... Het lijkt wel, de steun die wij nu krijgen van vrienden, familie, dat sleept ons erdoor. Maar ja, die hebben we dan een half jaar niet. Mm-hmm. Dus dat wordt pittig. Even naar je zus, Geet. Jij bent een beetje opperhoofdacties, om het maar zo heel simpel neer te zetten. Wat zijn jullie allemaal begonnen? Nou, wij hebben inderdaad gezegd als vrienden en familie van, nou, jullie doen het medische. En dat is zwaar genoeg, dat is loodzwaar, dat zien wij. Laten wij nou kijken of wij keihard ervoor kunnen vechten dat jullie dat financiële, dat je daarom geen zorgen hoeft te maken. En we hebben een veiling waar we van alles op verkopen, van weekendjes weg in Duitsland, een leuk avondje uit, tatoeages. Er is een mevrouw, die heeft zich al gemeld bij mij, die kan 50 taarten tegelijk bakken in een bakkersoven die ze heeft geregeld. We hebben deze hele leuke armbandjes. Dames en heren, die staan ook op tafel, geloof ik. Die kunt u ook kopen op de site. Voor een tientje per armbandje. Dus als jullie nog een armbandje willen. De dames net buiten waren erom aan het vechten. Iedereen vindt het hartstikke leuk. Alles om maar zo snel mogelijk dat geld bij elkaar te krijgen. En alles is terug te vinden op de site, neem ik aan. Ja, lennartforlife.nl. Ja, maar ik heb je voorstel toevallig of ja, niet? Ja, ik kan hem even kijken. Nou, laten we eens even meekijken. Zo ziet het er allemaal uit dan. Dit is hem. En nog wel een mooie actie voor iedereen die denkt, nou, een armbandje is misschien niet zo aan mij besteed. Als je, misschien voor de mannen onder ons, je kunt ook met een sms'je. Als je Lennart sms naar 1008, dan kun je in één keer €3 doneren. Ja, maar nee, maar dat je ook gewoon, zonder dat je ook maar een armbandje of een dingetje hebt, dat je ook kunt doneren, toch? Ja, via de website is natuurlijk, staat de bankrekeningnummer, er staan zelfs een mooie knop op de website dat je direct via Ideal
Ja. Het is jou wel overkomen, Benny. Van, ben je verrast door wat je dan uiteindelijk binnenkrijgt? Ja, zeker. Je zet in het begin een stichting op en dan is het afwachten. Maar in no time uit verschillende hoeken mensen kwamen met 2 A4'tjes vol met acties die ze wouden gaan doen. En dat is gewoon hartverwarmend en fijn dat zoveel mensen zich inzetten. En toen is het ook vrij snel gegaan. Wij hadden met 6 weken hadden wij 100.000 euro. Dus. Wat gebeurt er nu met de stichting? Lieke wil leven? Ja, die bestaan nog, omdat wij zijn nu bijna een jaar terug. En Lieke, ze rekenen dan vanaf dat je terug bent naar Amerika. Mm-hmm. Dus ze is nu 1 jaar schoon en dan blijf je nog 4 jaar blijf je controle houden. Dus na die 4 jaar, dan wordt het geld geschonken aan Villa Joep voor onderzoek naar neuroblastoom. Ja. En tot die tijd moeten we het houden. Mocht het terugkomen en je hebt nabehandeling nodig. Ja. Goed. Mensen thuis, we praten dus over de stichting Lennarts for Life. A little boy becomes a soldier. Every day a war. He hates a test for fighting cancer, but he hates the answers. Ja, ik kan alleen maar zeggen, geef.